video van vandaag speel ik Squid Game samen met mijn beste vriend Alex en met Lotte. En wij moeten zometeen 6 verschillende spellen spelen. En degene die de meeste spellen daarvan wint, die krijgt de jackpot van 1 miljoen diamonds. En doe zeker een duimpje omhoog als jij de volgende keer Squid Games wilt zien met kijkers. Oh, Lotte, we zijn eindelijk bij de Squid Game. Hoe bedoel je, waar zijn we überhaupt? Ja, Lotte, dan leg ik zometeen wel uit. Waar is Alex? We hadden hier afgesproken met hem. Ik weet het niet. Oh, Alex is ook altijd laat. Ligt hij daar nou in bed? Ligt hij? Alex! Alex! Alex, wakker worden! Wakker worden! Alex! Jeetje! Ik heb een nachtmerrie dat ik in een busje werd gedaan vanuit mijn blauwe bedje! Waar zijn we? Ja, je zat ook in een busje. Hoe lang ben je hier al? Het was allemaal echt. Ja, kom maar mee. Ik leg het allemaal uit. Ik zag namelijk vanochtend op televisie. Ik zag zo'n programma. Het heette Squid Game en ik kon 1 miljoen diamonds winnen. Dus ik dacht, ik nodig mijn vrienden uit en we gaan. Hoe heet het, Dennis? Squid Game. Nee. Je wel toch echt wel. Kijk maar op dit bordje. Het staat er toch. Ik had vannacht dus die nachtmerrie over, Dennis. Wat doen we hier nou? Kunnen we niet naar huis? Nee, ik kom voor die 1 miljoen diamonds. Dus ja, laten we beginnen. Hallo? Dennis, het lijkt me wel een leuk spelletje. Luister, wacht. Dennis, Lotte. Ja? Ik had vannacht een droom. Dat was dan blijkbaar helemaal geen droom als ik nu hier ben. Ik werd meegenomen door allemaal enge mensen in rode pakken. Rode pakken? En ik werd in een busje gegooid. En ineens viel ik in slaap. En nu ben ik hier. Alex, het zal vast wel niet zo erg zijn. Je kan ook overdrijven, oké? Laten we gewoon beginnen. Dennis, heb het op tv gezien. Alex? Op tv gezien? Zijn die mensen met rode pakken? Wat is de bedoeling? Nou, ze zien er best wel vriendelijk uit. Hallo? Wat moeten we doen? Moeten we daarheen? Oké, okay, hoe is dit? Lachen. Oh, dit is een camera. We moeten even een fotootje maken. Eens even kijken. Oh, ik heb een pakje gekregen. Moet ik die aandoen? Ik heb een pakje aan. Alex, ik zie dat jou een foto moet. Oh, dat ziet er mooi uit. Oh, ik ben helemaal klaar voor die Squid Game. Laten we maar beginnen, hoor. Oh, ik hoop dat het leuk is. Oh, die 1 miljoen diamonds, ik ruik ze nu al. Oké, moet ik jou volgen? Waarom praat hun trouwens niet? Nou, ik kom een beetje... Het is hier wel een beetje eng trouwens. Het in is deze heel donker. Meneer voorop, mag ik naar huis? Game Alex, waarom ben je zo bang? Wat is game 1? Oh, Alex, kijk hier. Een regenboogkleur allemaal hier. Nee, dit is ook van de tv. Oh, dit ziet er zo mooi uit. Zo vet. Waar moeten we heen? Oh, deze kant op, denk ik. Eens even kijken waar we heen gaan. Loopt hij ten... Oké, ik zie de uitgang al. Ik zie het al. Waar gaan we heen? Oké. Welkom bij rood licht, groen licht. Spelers moeten proberen om aan de overkant te komen wanneer het groen licht is. Als het rood licht is, ga je namelijk dood. Dood? Dit is niet waar ik me voor had aangemeld, zeg maar. Wat is dus wat ik bedoel, Dennis? Ja, Alex, wist jij hiervan? Ja. Klik maar even op dit bedje voor de zekerheid. Ik heb het gewoon niet gezien op tv. Nou, laten we maar gaan staan dan, denk ik. Maar doe dit wel serieus, alsjeblieft. Het is maar een spel, hè. Het is maar een spel. Het is niet maar een spel, Dennis. Je komt er wel achter. Ik denk dat je een beetje overdrijft, Alex. Hoe bedoel je komt er wel achter, Alex? Ik denk dat je echt heel erg overdrijft. Je ziet het wel. Je ziet het vanzelf. Oké. Als het goed is, waren er meerdere... Hé, we gaan rennen. Rustig gaan. Alex! Niet bewegen. Niet bewegen. Wat je ook doet, niet bewegen. Maar ik mag toch wel draaien om te kijken waar jullie zijn? Oké, groen licht. Rennen. Vrouw, ik zie hier wel. Gaat het nog goed bij jullie? Oh, Lotte! Lotte is dood! Rennen! Alex, waar is Lotte? Ik weet het niet! Oh nee. Groen licht! Stoppen. Rooplicht. Oké, kom op. Groen. Ik sta stil. Ik sta ook stil. Er ligt allemaal slime of zo. Ik sta stil. Alex! Oh nee, dat betekent dat ik als enige nog over ben. Waar is die lijn? Is die lijn daar? Oké, groen licht. Rennen. Stoppen. Oh, ik ben te goed voor dit spel. Ik ben te goed hiervoor. Oké, groen licht. En het is rood. Oké, ik ben er bijna. Daar is de lijn. Dit kunnen we halen. Groen. Oh, ik stop alvast. Dus groot. Oké, kom op. In één keer door. Groen! Ja, ik heb hem! Heb ik nu dit spel gewonnen? Hallo? Oké, Alex, ik zei toch dat het niet zo erg was als je dat je dacht. Ik kan gebarentaal, dus ik heb net even met... Even kijken, staat hij daar trouwens, die persoon? Ja, met hem of met haar heb ik net gepraat. Nou ja, gebarentaal. Ze zeiden gewoon dat het heel simpel...
simpel was. Het is gewoon Squid Game zijn allemaal verschillende spelletjes. En wij moeten tegen elkaar spelen om zoveel mogelijk spelletjes te winnen. Net heb ik het eerste spel gewonnen. Dus dat betekent dat ik 1 punt heb. En er zijn 6 spellen. Degene met de meeste punten die wint. En er zijn uiteindelijk 2 in de finale. Dus dat kan ik zijn of jij of Lotte. En die strijden tegen elkaar om wie de winnaar wordt. En diegene krijgt de 1 miljoen diamonds. Makkelijk toch? Oh, dat ga ik zijn. Maar jij weet niet hoe het is om dood te gaan, Dennis. Nee, ja, daarover gesproken te hebben, over dat doodgaan. Daar wouden ze niet al te veel over vertellen. Dus ik weet niet helemaal hoe dat werkt. Dat klinkt niet al te goed, ja, Dennis. Ja, ze hadden het over de insectje in het busje naar huis voor 1 of zo. Maar ik snap niet wat ze daarmee bedoelen. Laten we maar snel verder gaan, denk ik dan. Ja, ze knikte. Ja, dus volgens mij klopt het. Oké, wat moeten we hier? Oh, daar staat hij weer. Waar is dit? Welkom bij het Eierkorfspel. Hier moet je een vorm kiezen en die moet je gaan namaken. Degene die als laatste de vorm maakt, die is dood. En degene die als snelste is, die wint. Ik kies deze kant. Alex, kom eens in de prullenbak. Ik zit in de... Ik kies deze kant. Je moet een vorm namaken, Alex. Dus kies maar een kant. Ik denk dat jij daar moet. Alex, jij moet daar. Helemaal daarachter. Oh, nee. Daarachter. Je moet een vorm maken, want in het midden staat Alex. Moet ik maken trouwens. Ik moet... In plaats van het koekje uitsnijden, moeten we een vorm uitsnijden uit deze honingkom. Oké, kunnen we beginnen? In 3, 2, 1. Oh, als je het dus verkeerd doet, dan ben je af, hè? Dit is er allemaal uit. Oh, dit is zo moeilijk. Dit is echt heel moeilijk. Dit vormje is ontzettend moeilijk. Ik moet het helemaal na gaan maken. Hoe ga ik dat doen? Even kijken, hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, nee, ik ben hier zo slecht in. Oké, dit moet allemaal weg. En dan blijft die over, toch? Nee, die blijft niet over. Even kijken. Deze moet overblijven. Deze hier. Oké, dit moet goed komen. Ik ga het vormpje sneller maken dan jullie. Ik wil dit spel winnen. Ik ga het winnen. Oké, dit klopt zo. En dan moet hier een gat komen. Dat is de onderkant van mijn paraplu. Oké, eens even kijken. Dit moet allemaal weg. Dit moet allemaal weg. Dit kunnen we. Dit duurt zo lang om weg te hakken allemaal. En daar moet ik een hele paraplu van maken. Dat is toch moeilijk? Wat voor vormpje hebben jullie dat jullie moeten maken? We hebben een rondje. Sterrenrondje. Oké, kom op. Je mag geen fout maken. Hè. Als je een fout maakt, dan ga je letterlijk dood. Oh nee, ik heb een probleem. Ik heb een fout gemaakt. Wat? Fout gemaakt? Oh nee. Hij komt er al aan. Kan ik het nog terugplaatsen? Dennis! Dennis! Wie heeft er van jullie gewonnen? Ik was af namelijk. Ik ging dood. Ik weet niet waar ik belandde. Opeens ben ik weer hier. Dat gaat een beetje gek. Maar ik heb gewonnen! Oké, heb jij gewonnen? Dat betekent dat jij een punt hebt en ik een punt van de 2 spellen. Oké, er zijn nog 4 spellen. Dus Lotte, niet getreurd. Je kon nog winnen. Alhoewel, ik wil niet 1 miljoen diamonds. Alleen, we moesten deze kant op. Iets van touwtje trekken of zo moesten we gaan doen. Ik heb geen idee. Klik even op het bedje. Ja, er staat hierbij. Welkom bij touwtje trekken. De spelers moeten elke kant kiezen en dan via de lift naar boven gaan. En dan krijg je uiteindelijk een vishengel en moet je elkaar eraf zien te krijgen. Ik ga als eerst. Nee. Ik ga via deze kant. Ik wil tegen Lotte als eerst. Oké. En daarna kom ik jou halen, Alex. Ik ga het toch wel winnen. Nou, ik wil mee spelen. Nee, daar zijn we. Oké, snel broodje hoor. Ik heb honger. Go Lotte! Kom, ik ga mijn best doen. Go Lotte. Go Lotte. Aha. Nee! Nou, dat was zo makkelijk. Kom jij maar naar boven hoor, Alex. Maar je zit er op punten. Ja, dat betekent dus dat je doodgaat en Lotte is nu af. Nu ben jij. Nee, oké. Kom al. Oh, dit is zo makkelijk. Dit ga ik zo makkelijk winnen van jou. Hoi. Oh, Alex, ben je er klaar voor? Ik ben er zeker klaar voor, kom Dennis. Kom dan. Deze opening. Oh, hier komen Dennis. Kom hier. Ik heb Dennis! Dat betekent dat jij nog een punt hebt. Dat staat er dan 2-1 voor jou. En Lotte heeft 0 punten. Hoe doe ik de deur open? En er zijn nog maar 3 spellen te gaan, Lotte. Je moet echt punten gaan halen nu, want anders lig je eruit. Ik denk dat hij ons naar het volgende spel gaat brengen. Ja, dat denk ik ook. Oké, komen jullie. We zijn bij het 4e spel, denk ik.
ik dit wel weer doen? Eens even kijken wat hier staat. Welkom bij knikkeren. Hier moet je allemaal in een groepje. Dus ja, we moeten allemaal voor zichzelf in dit geval. En we moeten dus een knikker gaan gooien. Dus volgens mij wat de bedoeling is, is dat we een knikker in de dispenser stoppen daar. En dan om de beurt een knikker afschiet. En degene die volgens mij hierin schiet, die krijgt alle knikkers en die wint het spel. Dus dit is puur geluk. Ja, dit is echt puur geluk. Mogen we de knikkers hebben? Ja, we hebben er eigenlijk per persoon. Dat gaat hij nu volgens mij geven. Oh, ik heb de knikkers. Oké, 10 knikkers. Tien. Oh, we hebben allemaal onze eigen gekregen. Oké, ik ga als eerst. Oké, 1 knikker erin. En dan vuur. Oké, dat is mis. Dus dan pak je hem weer op en dan heb je nog 9 knikkers te gaan. Oké, de volgende. Lotte, jij bent. Kom op. Kom op. Je pakt hem meteen weer op. Ja, dat is niet zo slim, Lotte. De volgende. Doe hem daar erin. En dan 3, 2, 1. Jammer. Oké, de volgende. Oh, ik moet wel de knikker erin doen. Zo, even eentje apart zetten. En kom op. Oh, jammer. Bijna. Oké, top, top, top. Kom op. Kom op. Nee. Dat mag niet. Want je moet wel een beetje op afstand staan. Anders pak je je knikker op. Ik kom op. Oh, heel dichtbij. Ik ga dit winnen. Ik weet zeker dat ik het ga winnen. Kom op. Kom op. Nee. Dat betekent dat ik heb gewonnen. Alle knikkers aan mij geven. Oh. Jawel, alle roze en blauwe knikkers inleveren. Ik heb dit spel gewonnen. Alweer. Alex, dat betekent dat jij 2 van de 6 spellen hebt gewonnen. Ik 2 van de 6 en Lotte 0. Dus er zijn nog 2 spellen over. Ik denk dat ik de knikkers aan jou moet geven. Hier, alsjeblieft. Alex? Ja? Heb je er nou nog 2 gehouden? Oh, ja, sorry. Alsjeblieft. Oh, Alex, niet doen. Op naar spel nummer 5. Oké, oké. Ja, is goed. Oké, ik denk dat wij spel nummer 5 zijn. Laten we maar gaan. Wat moeten we hier doen? Welkom bij glasstapstenen. Wat is dat? Glasstapstenen? Wat is dat? Oh, dat heb ik gezien. Dat zag ik toen op de televisie. Dat was een heel parcours. En je moest het juiste glas kiezen. Dus je moest springen. Je had de keuze uit 1 of 2. En als je op de verkeerde springt, dan val je heel hoog naar beneden. En dan ben je dus... Dat ben ik niet. Ik klik op het bedje en ik wil nummer 3 zijn. Dus dat betekent dat ik als derde aan de beurt ben. Ik het 2. Ik nummer 5. Dat kan niet, Lotte. Het is dan 1, 2 of 3, want we zijn maar met z'n drieën. Dus dat betekent dat jij als eerste moet. Oh, nee. Oké, we moeten hem volgen. We moeten deze kant op. Dus dat betekent dat Lotte als eerste moet. Daarna Alex en daarna ik. Oké, kom op, kom op, kom op. Hier dan. Alex, gaat veel te hoog. Alex, dat is te hoog. Je moet hier staan. Oké, daar gaan we. Daar gaan we. Oké, Lotte, je moet als eerste. Je moet de juiste keuze maken. Nee! Nee! Oké, dat is duidelijk. Dat is hem niet. Dat betekent dat jij bent nu, hè? Jij bent nummer 2. Nee. Oh, dat ging bijna. Oké. Want jij bent af, hè? Oh, ik mag niet meer meedoen. Nee, je mag niet meer meedoen. Je moet toekijken. Oh, Alex, ik ben eigenlijk. Hoezo? Ja, omdat ik na jou moet. Dus nou, dit is de renner. Jij staat... Ja, jij mag wel eerst anders. Nee, nee, kom jij maar. Oké. Oké. Dan moet ik weer. Ik ga voor rechts. Oh, dat is hem. Oké, jij bent. Kom maar. En daarna moet je nog een keer. Oh, je moet nog een keer. Kun je wat meer naar die kant gaan? Ik wil voor de linker. Oké, ja. Ik denk ook dat de linker wel... Ja. Oké, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Kom op, Dennis, kom op, Dennis. Oké. Ik denk nu... jij moet kiezen. Ik denk rechts. Ik denk rechts. Moet ik? Jij moet, ja! Oké. Dan ga ik. Oh, je staat een beetje in de weg. Ga je alles wat meer naar die kant... Naar die hoek. Maar naar die hoek. Oké. Laat ik niet vallen. Kom op, iets naar achter. Doe jij als eerste? Kom maar! Alex, we kunnen dit ook gewoon samen halen. En dan kunnen we die diamonds delen met elkaar. Oké, dat zou leuk zijn. Nu moet ik weer zeker. Ik ga wel als eerst. Ik ga wel als eerst. Oké, Dennis. Oh, dat is het! Dit is hem, dit is hem. Oké, nu moet jij 2 keer. Je kan dit, je kan dit. Alex, ik denk... Ja. Slimme keuze, slimme keuze. Oh my god. Oké, dit is perfect. Oké, jij moet er nu eentje uitkiezen. Het is jouw beurt weer. Zullen we gewoon weer van rechts? Ja, ik denk het. Ja, dat is hem, dat is hem. Kom maar, kom maar. Oké. Het is nu 3 keer rechts. Ik denk nu dat... Ik weet zeker... Ik weet zeker, omdat het 3 keer rechts is... Dat ze willen dat we links gaan. Het is rechts natuurlijk. Oké, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Nu heb ik allemaal rechts gehad. Dus 4 keer rechts was dit toch? Nu moet het wel links zijn. Dat moet wel, dat moet wel. Wow, het is links. Wat zal de laatste zijn? Links of rechts? Links of rechts? 4 keer rechts? Oh, links. Ik ga voor rechts, ik ga voor rechts. Ik weet niet of dit een slimme keuze is. Oh, nee, ik heb het niet gehaald. Oké. Alex? Ja? We zijn bij
dit laatste spel, maar heb je waar Lotte gezien? Ja, dat wou ik dus net vragen. Waar is Lotte? Meneer, waar is Lotte? Hij komt zo naar voren met zijn wapen. Dat had ik beter niet kunnen vragen. Oké, jij hebt 2 punten. Ik heb 2 punten van de 5 spellen, want net heeft er niemand gewonnen. Nee, inderdaad. Dit is het laatste spel, oké? Degene die dit wint, wint de 1 miljoen diamonds. Welkom bij de Squid Game. Maar moet je een keuze maken tussen verdedigen of aanvallen. Degene die verdedigt moet zorgen dat je niet bij de Squid Head komt. En dat is volgens mij daarachter. Daar heb je 1 puntje als ik het goed heb, toch? En die moet hij verdedigen, toch? Oké, hij knikt ja. En de aanvaller, die moet zorgen dat hij op dat stipje komt. Dus het mag, Alex. Ja. Dit is volgens mij een gevecht tot de dood. Tegen elkaar. Het is jij tegen mij, omdat... Ja, maar... Dat is dus wat ze bedoelden, maar dat maar 1 plekje is in het busje. Dus ik heb een idee. Meneer, wat nou? Al delen we de diamonds. Allebei. De helft. Mag dat? Auw! Ik denk dat dat oké is. Alleen maar! Ik wil de aanvaller worden. Ja, het moet maar. Nee, maar Dennis, ik kan toch niet tegen jou vechten? Nee, ik ook niet tegen jou, maar ik weet het niet. Ik weet ook niet waar Lotte is. Oké, ik wil de diamond. Hoe bedoel je wil de diamonds? Nou, gewoon, hoe ik het zeg, ik ga winnen. Nu kan je het krijgen ook, hè. Nu kan je het krijgen ook. Kan ik beginnen? Kan ik niet tegen dan? Kom dan! Kan ik beginnen? Kom dan! Kom hier! Oh, daar gaan we. Kom deze kant op, deze vuisten kan je krijgen. Hier. Geef me die diamonds, Alex, wel kwijt. Maar ik heb wel 1 miljoen diamonds. Doei!